Benjamin Bouchouari, ja, dat is zonde, twee punten laten liggen. Ja, heel zonde. Er was nog een minuut te gaan. Spijtig dat we die fout maken, twee punten verloren nu. Maar we zijn teleurgesteld, zeker. Ja, dat kan me voorstellen. Maar er werd ook veel van je gewerkt vandaag, hele wedstrijd spelen, eerst dit seizoen. Ja, klopt. Was een beetje natuurlijk moe op het einde, maar ja, ik ben ook schuldig aan nederlaag. Ik moest op het einde ook meer werken voor het team, ondanks dat ik moe was. Gewoon blijven gas geven en ik merkte wel op het einde dat het wat minder ging. Minder kracht. Maar ja, daar moeten we van leren natuurlijk. Ja. Ook een hele andere rol voor jou vandaag op het middenveld in plaats van op de voorhoede. Waar speel je liever? Op deze positie waar ik nu heb gespeeld, daar speel ik normaal altijd. Is voor mij veel lekkerder. Maar nummer 10 of nummer 11 kan ik ook uit de voeten. Maar ja, natuurlijk het liefste is dit mijn favoriete positie. Ja. Ja goed, het is dan jammer, want je had zomaar een linker rijtje kunnen komen vandaag. En die laat je liggen, die punten dus. Ja, klopt. Ja, als we vandaag hadden gewonnen, dan zouden we wel goed staan in de ranking. Maar ja, spijtig. Echt spijtig, ja. Ja, ik zie aan je gezicht dat je teleurgesteld bent, hè? Behoorlijk. Ja, nog een minuut te gaan. Ja, wat wilt u dat? Wat moet je erop zeggen? Ja, inderdaad. Op naar de volgende wedstrijd, zou ik zeggen. Ja. Beter op naar de volgende wedstrijd dan in onze teleurstelling blijven zitten en de volgende wedstrijd ook niet goed spelen. Dus we moeten door morgen, nieuwe dag, nieuwe training en nieuwe week. Was het ook van vandaag dat er een aantal spelers niet bij waren of zo? Nee, dat mag sowieso geen excuus zijn. Kijk, voor de wedstrijd weet je dat de aantal jongens niet aanwezig zijn, dan moet je achteraf daar ook niet over praten. Je weet dat wie aanwezig was en wie niet en dan moet je gewoon met die jongens gewoon die wedstrijd spelen en we weten dat iedereen kwaliteit heeft in de groep en dat is geen excuus.